daar staan we dan bij Kronenburg, de dag dat we de landbouw weer gaan ophalen. Want zoals jullie weten, hebben zij ons aangegeven dat zij de landbouw nog één keer willen nakijken voordat wij echt dat ding gaan gebruiken. Dus hebben ze hem voor ons opgehaald. En Jules is degene geweest die hem heeft nagekeken. En volgens mij heb jij nog wat punten gezien. Ja, er zijn toch nog, ook voor de APK, toch wel een aantal dingetjes die nog even nagekeken moeten worden, op zijn minst, of vervangen. Maar dat is voor nu niet het belangrijkste, maar motorisch. Hoe is hij motorisch? Ja, motorisch loopt hij goed. Hij klinkt goed, hij loopt lekker. Het enige punt is dat jullie lambda-zondes niet aanwezig zijn. Wat is er met onze lambda-zonde aan de hand? Ja, of afgeknipt, of een losse stekker aangemaakt, waardoor dat ze dus niet meewerken. Dat verklaart een hoop. Als je een stekker afknipt dat daar geen signaal aan uitkomt, dat kan ergens wel kloppen. Maar we hadden natuurlijk geen keus. Want onze stekkers die waren aan elkaar gesmolten, natuurlijk linksachter bij de brand, waar brand was geweest. En omdat we gewoon een lambda-zonde wilden behouden in ons uitlaat, knip je hem gewoon af. En wij dachten we vervangen gewoon de stekker erop, maar volgens Jules kan dat dus niet. Nee, daar zit die stekker en de sensor horen bij elkaar. Er zit een weerstandje tussen, dus daar kun je niet zomaar een andere stekker aan maken. Dus dat wordt nog een dingetje natuurlijk, een mooie kostenpost, want die dingen zijn natuurlijk origineel van Lamborghini alleen te verkrijgen. En één ding jongens, oranje Lambo trekt ook wel veel wespen aan, dat is nu ook wel weer gebleken. Het zit ook om jou heen. Ja, ik hoor het dus. Maar naast de labda zijn er ook nog andere punten die we nog moeten nakijken? Of gaat het nog redelijk... Nee, motorisch is hij eigenlijk 100% in orde. Ja, maar jullie zijn vakkundig genoeg om dat helemaal in orde te maken. Ja, daar twijfel ik natuurlijk ook niet over. Maar hij heeft goed gevlamd op de dynobank. Waar komt dat door? Omdat jouw lambda-zondes dus niet meewerken, draait zo'n auto in open loop, zoals ze dat noemen. Dus hij heeft, van tevoren heeft hij een map waar hij zichzelf aan houdt. Die heeft bepaalde waardes, die staan vooraf ingeschreven. Dus hij weet ongeveer hoeveel benzine erin moet. Alleen jouw lambda-sensor die bepaalt eigenlijk continu, net een beetje erbij, een beetje eraf, een beetje erbij, een beetje eraf. Dat noemen ze closed loop. Op het moment dat je auto een open loop blijft draaien, dan... Is het gewoon vol gas de hele tijd? Gooit hij gewoon, ja, hij weet ongeveer hoeveel benzine erin moet. Dit is veilig. Ja. Alsjeblieft. Dus er is succes. Er is geen afregeling, dus daarom vandaar ook de vlammen. Maar dat stop, dat is content toch? Vlammen. Ja, sowieso wel. Maar het is voor de rest van de motor, op lange termijn is het natuurlijk niet heel fijn. Mm-hmm. Dus het is wel belangrijk om daar uiteindelijk wel te fixen. We gaan er zeker wel wat aan doen, want we willen gewoon een veilige auto van maken. En daar hoort natuurlijk een werkende lab daarbij. Gaan we het redden naar Amsterdam, denk je? Ja, dat moet mij geen probleem lijken. Ja, want je hebt wel een paar keer door de straat heen gescheurd. Ja, gescheurd dan natuurlijk weer niet. Ja, want dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe moeten we zo'n Lambo inrijden? Wat moeten we vooral wel doen bij het inrijden en wat moeten we vooral niet doen bij het inrijden? Nou ja, dat lijkt me even, ook voor de kijkers, even een goede vraag. Nou ja, je hoort altijd heel veel mensen over dat je heel voorzichtig moet rijden met een verse motor en bla 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 bla. Dat is eigenlijk niet het geval. Gewoon normaal rijden, dat is het belangrijkste. Verkeer meerijden, variërende toerentallen, gasstand ook, variatie. Dus niet met je grote teen op het gas. Maar ja, maar nogmaals, op de testbank hadden jullie geen weerstand, toch? Op de bank. Op de testbank hadden wij gewoon puur om wat kilometers te maken en wat te rollen. Hebben wij hem gewoon op de ja, want gezet. Kijk, dan is mijn volgende vraag. Morgen ga ik natuurlijk naar het circuit. En daar rijden ze wat harder mee met het verkeer. Moet ik dan ook wat harder mee rijden? Nee. Het is niet de bedoeling dat ik mee ga doen, natuurlijk. Nee. Eigenlijk de eerste duizend doe dat maar niet. Het is niet de bedoeling dat je hem gelijk als racewagen gaat gebruiken. Het is natuurlijk wel een auto die is daarvoor gebouwd. Ja. Alleen met een verse motor. Laten we eerst de eerste beurt doen. Je moet er iets voorzichtiger mee zijn, vooral voor die eerste beurt. Er zit altijd iets van materiaal nog in de olie na revisie. Er blijft altijd een klein beetje materiaal achter. Ik had begrepen dat de olie die er dan uitkomt helemaal zilver is. Klopt dat? Ja, helemaal zilver. Het is niet zoals jullie voorheen hadden. Nou, want ik wilde net zeggen, want dat mijn motor stuk ging, of stuk was al ondertussen, kwamen er behoorlijk wat zilveren stukken uit mijn olie. Ja, dat is nu niet het geval dus. Nee, dat gaat meestal revisiemotor adviseren wij na 1000 kilometer eigenlijk de eerste beurt te gaan doen. Dan ga je altijd wel iets van materiaal in de filter zien. Dus er zit altijd iets van glitters, iets van metaal zit er altijd en in. En vinden jullie dan fijn als ik dan de oliefilter ook openknip om even te kijken wat daar materiaal in zit? Of is dat niet nodig? Ja, het is wel gewoon, doe het gewoon, waarom netjes, niet? Toch? Je kunt het doen om te kijken of er geen te grote vlokken tussen zitten. Maar we gaan er eigenlijk zelf altijd, of het algemeen vanuit, aan de olie kun je het zelf ook vaak vrij goed zien of dat er echt heel veel materiaal in zit. Oké, dus dat zijn de dingen die ik wel mag doen en wel moet doen. Maar wat zijn de dingen die ik vooral niet mag doen? Toerenbegrenzer, 10 minuten. Toerenbegrenzer is en blijft toch wel een dingetje. Ja. Okay, nou ja. En let op de temperaturen, dat is gewoon het belangrijkste altijd. En oliedruk bij die dingen. Ja, op het moment dat jij de koelvloeistof van alles vanaf hebt gehad, je hebt natuurlijk je radiatoren voorin zitten. Dus er kan ooit een luchtbel of wat dan ook nog in blijven zitten. Dus het is belangrijk dat je hoe goed wij ook ons vacuümvullen hebben gedaan, natuurlijk kan er ergens nog wel een luchtbel. Er kan altijd iets gebeuren. Maar hij is behoorlijk heet geweest hier bij jullie op de dyno en dus ik zie dat wel goed komen. Ik kijk er echt naar uit jongens om naar huis te rijden, want wij moeten ook nog natuurlijk iets van vertrouwen opbouwen met die auto, hè? Want
hij is natuurlijk al eerder in de fik gevlogen. En daarna is hij natuurlijk, na 80 kilometer is hij bij ons natuurlijk weer stuk gegaan. Drijft zijn laagste eruit. Dus ja, we hebben eigenlijk niet zoveel vertrouwen nog in de auto. We hebben nog niet zoveel vertrouwen in de auto. Natuurlijk nu wel in de motor. Maar we moeten nog echt vertrouwen opbouwen en natuurlijk de auto leren kennen. Jullie werken meer aan Lambos dan aan Opel Corsa's. Ja, dat is één ding wat 100% zeker is. Ja. Ja. Ik wil jullie echt ontzettend bedanken, man. Jullie hebben weer fenomenaal werk geleverd. Maar het is gewoon belangrijk dat wij de auto nu eerst in Amsterdam gaan krijgen. Ik heb er volledig vertrouwen in. Het gaat goed komen. En Sjoel, ik wil je ontzettend bedanken voor de laatste check. En we gaan nog superveel van jullie horen van Kronenburg. Want de partnering is nog lang niet afgelopen, jongens. Er staan ook wel leuke dingen in de pijpleiding, heb ik gehoord. Check hun socials, Instagram, YouTube. Ze maken hele toffe YouTube-video's. Laatst ook met een E30, zag ik. Fenomenale aflevering. En als je dat allemaal hebt gedaan, vergeet dan zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Een duimpje omhoog te doen. Eerste stop. Thanks, John. Tot dan. Hoe gingen de eerste meters? Wauw, fantastisch. Ik heb nog niet eens gas gegeven, maar hij rijdt super lekker, man. Nu gaan we alweer tanken, want zo werkt het bij een Lambo. En hij loopt ook nog eens veel te rijden. Dus dat betekent gewoon extra vaak tanken. Ook wel een beetje onnodig natuurlijk. Maar hè, die lapdaads moeten gewoon snel gefixt worden, toch? Zeker. En de metalen dop. En zo vergeet je hem altijd. Ik kan wel huilen. Ja, dubbel op. Nou, de dames zijn hiervan onder de indruk. Wat zei je? De dames zijn hiervan onder de indruk van Schampers YouTube kanaal kijken. Nou, onze mini roadtrip naar Amsterdam kan beginnen. Dat rijdt even een stuk soepeler. Maar wat een machine, jongens. Niet te geloven. We zijn bijna in Amsterdam, hè? Inderdaad. Nog maar een kilometer of 20, 25 of zo. Hij doet het nog gewoon. Maar achterlicht, die achteruitrijlicht is wel aangaan onder het rijden. Dat is wel super gek. Laten we gewoon even de stekker eraf trekken, dan is dat ding voor uit. Ja. Maar het blijft Italiaans, hè? Dus Fiat en zo heeft ook allemaal elektronica in. Maar
klinkt lekker nog, jongens. Laat hem even horen. Zo. Sick hoor. Alles is flink warm hier. Is niet gek, hè? Kijk wat een motorruimte. Normaal zit een motor voorin. En dan heb je constante rijwind die eigenlijk alles koelt, hè? En nu heb je gewoon niks. Wow, kijk dat de stroomkabeltjes even elastisch zijn. Ja, het is zo warm geworden. Zou dat daarom misschien onze achteruitrijlicht aan zijn gegaan? Ik ga even kompen. Normaal zit er wel van die heat shield omheen, toch? Ja, misschien moeten we dat maar even doen, ja. Ja, hij is uit. Alright. Top. Ik ga even een tuinrit trekken en dan good to go. Staan we dan langs de A2 met super warm gevoel van binnen. Niet alleen omdat het warm is, maar de Lambo doet het gewoon uitstekend, subliem. Daar sta ik dan zonder schoenen. Maar ja, we moeten nog wel één ding weghalen. Dat is het voetenbordje, helemaal links. Dat is natuurlijk steeds ingericht voor een automaat. Dus ja, je hebt niet heel veel ruimte voor je koppeling met schoenen aan. Dus ja, zo rijdt het ook gewoon fijn. Misschien wordt het wat tijd voor race schoenen. Wat denk je daarvan? Van die Puma's toch? Ja. Nou jongens, vergeet zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Er komt hele toffe content aan. In de volgende aflevering gaan we waarschijnlijk naar Flevo Car Show. En dat wordt subliem, want jullie gaan voor het eerst de Lambo in het echt zien. We zien jullie volgende week vrijdag. Tot dan. Job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun of 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold. Bang roll, on the go. Ice wall. Came for my wins, I need my hands. This life is real, if they pretend.